namens de Partij voor de Vrijheid. Meneer Bosma, het woord is aan u. Voorzitter, het is natuurlijk allemaal tamelijk bizar wat we hier aan het doen zijn. Ik zal het uitleggen. Als voorbereiding op het debat van vandaag toog ik gisteren naar de Dam te Amsterdam, waar duizenden en duizenden linkse idealisten en moslims zich hadden verzameld. Het was een dag voor het hele gezin. Ze hadden ook hun kinderen meegenomen. Er werd geroepen, there is only one solution. Toen werd het stil en moest iedereen lachen. Het was waarschijnlijk een referentie aan de eindlösung, de final solution. Constant werd geschreeuwd om, from the river to the sea, Palestine will be free. Dat is een oproep gedaan tot genocide, gedaan recht tegenover het Nationaal Monument, waar we de slachtoffers herdenken van de vorige genocide op het Joodse volk. Uren gingen door, het was te horen, tot aan de andere kant van Amsterdam. Ja, de apothekers uit Aleppo zijn tamelijk luidruchtig. Uiteraard deed de politie niets. Die zat op aandringen van GroenLinks-burgemeester Halsema, waarschijnlijk op een diversiteitscursus of bij een iftarmaaltijd. Vrijdag werd onder haar raam voor het stadhuis van Amsterdam opgeroepen tot het bombarderen van Tel Aviv. Het is allemaal geaccepteerd in ons mooie Mokum, waar vandaan 80.000 Joodse stadsgenoten naar de gaskamers werden versleept. Mijn bezoekje gisteren aan de links-islamitische haatorgie drukte me weer eens met de neus op de feiten. En gelukkig zeggen de AIVD, Europol, NCTV en gewoon het gezond verstand van miljoenen Nederlanders hetzelfde. Namelijk, de jihadistische dreiging is de grootste bedreiging voor onze staatsveiligheid. En het is maar de vraag of onze liberale democratie dit allemaal kan overleven. Ik betwijfel het eerlijk gezegd. Het probleem daarbij is dat de jihadisten in Nederland en West-Europa, niet in Oost-Europa, want daar zijn ze slim, hier zijn beland met hulp van generaties wezenloze, apathische, linksliberale politici, journalisten, academici, rechters, die ons allemaal de schoonheid van de zogenaamde diversiteit hebben voorgespiegeld. We gingen er allemaal beter van worden, maar nu zien we de realiteit. Die toestroom leidt logischerwijs tot jihadisme. Vervolgens stoppen we allerlei mensen in een kantoorgebouw te Zoetermeer die de tsunami in goede banen moeten leiden met theelepeltjes. Daar bedoel ik dan de mensen van de AIVD van en de MIVD die elders zit. En daar doelde ik op in de eerste regel dat het volstrekt bizar is wat we allemaal aan het doen zijn. Het kabinet met daarin deze twee bewindspersonen had ze met duizenden tegelijkertijd binnen. Hey, en dan zijn we verrast als ze zich gedragen als jihadisten. Hier nog even de Bildzeitung. We zijn erachter gekomen dat we honderdduizenden antisemieten hebben binnengehaald. En de inlichtingendiensten mogen het vervolgens allemaal opknappen. Zou de AIVD gisteren iedereen op de Dam op de foto hebben gezet? Waarschijnlijk niet, want velen droegen gezichtsbedekkende kleding, terwijl dat toch verboden is. Maar goed, voor onze nieuwe Nederlanders maakt burgemeester Halsema graag een uitzondering. Net zoals het oproepen tot genocide voor deze GroenLinkser blijkbaar prima in orde is. Mijn eerste vraag aan een van de ministers, of alle twee luidt, delen zij mijn observatie dat de massa-immigratie, die zorgde voor de islamitische toestroom, heeft bijgedragen aan de jihadistische dreiging? Zo nee, waarom niet? Kunnen ze aangeven waarom al die jihadisten eigenlijk in Nederland wonen? Waarom worden ze binnengelaten? Vorige week 1400 asielzoekers erbij. De tijdelijke wet die wij vandaag bespreken gaat nadrukkelijk over, ik citeer, landen met een offensief cyberprogramma. Het staat zelfs vermeld in de naam van de wet. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het is extreem opvallend. Als het gaat om, waar we vandaag over spreken, bulkdata, dan wordt die toch niet alleen aangetroffen in relatie tot Rusland en China, maar toch ook bij de heren jihadisten met een migratieachtergrond. Ik lees dat de bevoegdheden van de nieuwe wet gelden aangaande de nationale veiligheid. Dan dus toch ook inzake de jihad, lijkt me. Waarom wordt dat niet vermeld? Waarom wordt niet gesproken over landen of organisatie met een offensief jihadprogramma? Denkt de minister soms de wet makkelijker door de Kamer te krijgen door de jihad te verzwijgen? Of heeft de AIVD weer last van politiek correctheid? De AIVD is nogal in de band van de diversiteit, inclusie, inclusief progress vlag en attaqueert bij voorkeur rechtse gezonde verstandmeningen die altijd verdacht gemaakt moeten worden. Deze politiek correctheid kwam bijvoorbeeld tot uiting in het laatste rapport van de AIVD. Meneer Akerboom wierp toen de mantel der liefde richting het klimaatactivisme, dat steeds meer een einde der tijden ideologie wordt, steeds agressiever en steeds meer maling aan de wet. De AIVD voert echter een witwasoperatie uit en spreekt over, ik citeer, die staan in een traditie van burgerlijk ongehoorzame, maar geweldloze actie. Niks aan de hand dus, zegt ze in Zoetermeer. Nou, voorzitter, ik nodig de heer Akerboom graag uit de volgende keer met mij naar de Dam te komen, want daar wapperde toch echt de vlag van Extinction Rebellion, toen daar geroepen werd van the river to the sea. En inderdaad een lange traditie, een genocidale traditie.